Hoi. Bij de vorige aflevering gisteren hadden we het over bobo's en beleidmakers. Ja. En ik heb vernomen dat u één daarvan bent. Klopt dat? Ja, een beetje bobo, een beetje beleidmakers. Oké, maar jullie hebben dus hackathons ontdekt. Het is net afgelopen, we hebben de presentaties gezien. Het ging volgens mij heel goed. Ja. Wat waren uw ervaringen? Nou ja, ik vond het super gaaf om te zien met hoeveel inzet eigenlijk al die mensen werken aan een challenge. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Alleen al dat is gewoon super gaaf. Maar kun je even uitleggen wat een hackathon nou is? Ja, een hackathon is eigenlijk dat je probeert een probleem op te lossen met behulp van data. Open data, big data. En je probeert eigenlijk tot een nieuwe slimme oplossing te komen. Bijvoorbeeld voor toekomst van mobiliteit in Brabant. Ja, goed genoeg denk ik. Hè? Wat hebben jullie vandaag eigenlijk geleerd als beleidmakers? We hadden heel jonge teams, hè? Studenten voornamelijk. Wat heeft u geleerd? Zij leren je volgens mij op een hele frisse manier kijken naar een bestaand probleem. Wij beleidsmakers zitten toch een beetje vast in de stramien. We zitten al zo lang werken bijvoorbeeld aan mobiliteit in de stad, dat we ook niet meer zien dat het anders kan. En zij kijken gewoon vanuit een hele andere belevingswereld, vanuit de belevingswereld van een student, naar zo'n probleem. Bijvoorbeeld als het gaat over het oplossen van busexplosie in Stappenhoorn. Wat doe je daar dan aan? Dat vind ik heel leuk om te zien. Dus dat geeft ons weer nieuwe inzichten en ideeën. Maar gaan jullie ook iets doen concreet met de ideeën die waren gepitcht? We gaan wel echt kijken. Er zitten een paar hele goede ideeën in. En ook een paar goede analyses, data-analyses. En we willen wel gaan kijken van kunnen we die ideeën nou verder brengen? Ze zijn nu nog heel prematuur, kleine ideetjes, maar die kunnen best tot een succes worden door ze in de praktijk te brengen. Daar gaan we ze een beetje bij helpen. Ze brengen eigenlijk de wereld van beleid met de wereld van, in dit geval de hackers, bij elkaar. En laten we elkaar inspireren. Oké. En hoe zit het met hackathons in de toekomst? Gaan jullie vaker gebruik maken van hackathons om sociaal maatschappelijke problemen te oplossen? Kijk, een hackathon is een super gaaf middel om nieuwe groepen ook te verbinden aan beleidsmakers. Voor ons is dit een heel mooi experiment. En we gaan er in de toekomst vast nog wel meer doen. Maar uiteindelijk wil je ook dat dit een soort vaste praktijk wordt. Dus dat beleidsmakers leren. Dat het institutionaliseert. Dat moet je vooral niet doen, denk ik. Maar je wil wel dat beleidsmakers ook op dit soort manieren leren kijken naar data. Dat je er ook op een andere manier naar kan kijken. Dus dat is wel heel leuk. En vooral omdat je met verschillende disciplines aan de tafel zit. Hè? Verkeerskundige, data scientist, maar ook een ontwerper. Oké, dankjewel. Geniet ervan.